Mijn naam is Mark Kapitein en wij hebben een social gifting platform zijn we aan het bouwen. Dat heet Make My Dreams. En dat is eigenlijk een nieuwe manier van het besteden van cadeaugeld. We gaan een alternatief bieden voor de 5 miljard euro die nu aan flesjes wijn en boekenbonnetjes wordt gegeven. En we gaan een nieuwe manier introduceren om mensen de mogelijkheid te geven om zelf te bepalen wat er met het geld gebeurt. Ja. Van wat ik vanochtend gehoord heb is dat er zitten elementen die over ons gaan. We zijn een startende onderneming. Er zit ook kennis achter, er zit een stukje financiering waarbij de bank ook meer vertrouwen gaat krijgen in de plannen die we hebben. Dus ja, we hebben zulke middelen hebben we nodig om de markt in te kunnen gaan. We zijn puur een innovatief concept aan het neerzetten en ik denk dat het doelfonds daar het meest geschikt voor is. Alhoewel ik wel nu voor het eerst hoor van beide andere fondsen, dus ik ga toch wel eens eventjes informeren wat daar nog mogelijk is. Dan zal ik jou maar aankijken en niet op zijn wiegels. Mijn naam is Ger Jaarsma. Ik ben directievoorzitter van Kredietbank Nederland. Samen met de provincie en IMK Intermediair hebben wij een project opgericht dat heet Ondernemersimpuls Friesland. Bij Ondernemersimpuls Friesland willen wij MKB'ers helpen, starters en bestaande bedrijven die een financiering nodig hebben. En die financiering niet bij banken en financieringsmaatschappijen kunnen krijgen. In het hele traject levert de provincie, doet de funding, die levert het geld. IMK doet de bedrijfskundige onderzoeken. Die onderzoekt dus of de ondernemer een echte ondernemer is. En of de producten en de diensten die hij verkoopt ook of daar markt voor is. En wij als kredietbank, wij verstrekken het krediet. En op die manier willen we een snelle, simpele instrument bieden voor MKB'ers die een financiering nodig hebben. Ondernemers kunnen terecht op www.ondernemersimpulsfriesland.nl. Daar staat een aanvraagformulier wat ze in kunnen vullen. Daar staan ook de voorwaarden waaronder wij een krediet willen verstrekken. En bijvoorbeeld een van de voorwaarden is dat het krediet maximaal 150.000 euro mag zijn. Er is een totaal bedrag beschikbaar van 5 miljoen euro. Nou, ik vind het heel erg goed dat de provincie geld beschikbaar maakt voor het bedrijfsleven. Er is in het bedrijfsleven in Friesland een krapte aan geld op dit moment. Er zijn veel plannen die blijven liggen, puur vanwege het feit dat er geen financiering mogelijk is. Los van of het een goed plan is of niet haalbaar is. Maar er wordt vaak op dit moment niet eens gekeken naar de haalbaarheid van die plannen. En het is mooi dat er nu nieuwe regelingen komen waardoor al die bedrijven een plek hebben om geld te kunnen krijgen. Friesland Doefonds en Friesland Vernijt die zorgen ervoor dat de economie in Friesland gaat groeien. Vanuit Werk voor Friesland van de provincie Friesland proberen wij de Friese economie aan te jagen. En er komt dan een structurele verbetering van de economie. Okay. Daar horen financieringsinstrumenten bij voor het bedrijfsleven. En dit zijn er drie in een reeks van instrumenten die we gaan maken. Dus we hebben er nu drie voor innovatie. En we gaan er ook nog maken zeg maar, voor groeifaciliteiten bij bedrijven of voor vestiging. Dat hele scala instrumenten gaan we de komende maanden uitrollen.